Goedendag beste kijker bij Klaagmuur TV vanuit Kortrijk. Vandaag een blik achter de schermen van het Sandy Hook bloedbad in Newtown, Amerika. Volgens de wetsgeneesheer werden de slachtoffers door projectielen van een AR-15 geweer gedood. Dit wapen werd echter niet bij de dader zelf, maar in de kofferruimte van de door hem gebruikte auto gevonden, dus buiten de school. Tot op heden werd geen enkel beeld, bijvoorbeeld van een bewakingscamera, van de dader getoond gedurende het moorden. Maar ook geen foto's van de slachtoffers, nog van bloedsporen of van kogelinslagen. Zou het kunnen dat die er misschien niet zijn? Er stierven 26 kinderen, slechts één werd gewond. Een ongelooflijk hoog resultaat voor een 20-jarige autist. In vergelijking, bij het Batman-bloedbad stierven 12 mensen en werden 59 gewond. Blijkbaar wist men al vooraf. Wat op 14 december 2012 zou gebeuren, want twee condolence websites werden al voor het bloedbad gemaakt. De ouders van een van de slachtoffers lijken bij een tv-interview bijna extatisch, ze vergieten geen enkele traan. Robbie Parker, vader van het slachtoffer Emily, lacht voor hij zijn televisietoespraak aan de nabestaanden recht, en dat één dag na het bloedbad. Ook hij heeft geen betraande ogen en vergiet geen enkele traan. De ouders van de slachtoffers mochten hun kinderen niet zien en protesteerden daar geen enkele maal tegen. Dit is slechts een kleine selectie van duidelijke ongerijmdheden. Overigens waarschuwt YouTube voor deze film, waarvan u de bronvermelding ziet na deze uitzending, als volgt: De volgende inhoud is door de YouTube-community aangemerkt als mogelijk schokkend of ongepast. Schokkend en onge ongepast voor wie dan wel? Ga toch alstublieft zelf op zoek, beste kijker, en onderzoek of datgene wat de mainstream media ons vertellen met de waarheid overeenstemt. Want alleen als we ook de tegenstem vernemen, kunnen we ons een echt oordeel vormen. Hartelijk dank voor het kijken, en tot de volgende keer.